ゃいませ帯広へ。こちらホテル日光ノースランドへようこそ。インガボーガー様、こんにちは。こんにちは。寒い中ありがとうございます。ありがとう。Had jij een maand geleden gedacht dat je aan het WK Sprint zou deelnemen, Ingeborg? Nee. Nou, ik wist natuurlijk wel dat er kansen waren, omdat de Olympische Spelen eraan komen. En het is natuurlijk niet heel logisch voor de mensen die Olympische Spelen rijden om helemaal naar Japan te gaan daarvoor. Dus ik wist wel, maar ja, je moet het altijd nog maar eerst hard rijden. Hard trainen, dat doe je nu in het gewest Friesland. Ja, je hebt veel narigheid gehad vorig jaar. Blessure en lang eruit geweest. Ja, klopt. Ik heb vorig jaar een hersenschudding gehad. Waardoor dat kostte me een heel seizoen. Waardoor ik nu dit seizoen weer blanco erin ging. Maar ben je nou een echte sprinter? Verwachten we jou hier eigenlijk? Nou, ik moet het niet hebben echt van mijn sprint. Dus niet van de 100 meter of de 200 meter. Meer echt van mijn rondjes. En vooral sterk ook in mijn laatste rondje. Dus ja, of je dan een echte sprinter bent, ja, dat... Weet ik niet. Nee. Wat is jouw doel op de lange termijn? Heb je een nieuw doel gesteld na dat lange blessureleed van vorig jaar? Ja, zeker. Sowieso omdat ik terug moest naar het gewest. Was eerst wel een teleurstelling. Maar dan kom ik toch wel in een ploeg waarin het echt best wel lekker gaat. En allemaal hele leuke meiden zijn. En waarin ik kan echt heel lekker met hun trainen. Dus dat ben ik eigenlijk gewoon weer gelijk weer verder gaan. Ook wel waar ik daarvoor was gebleven. Dus... Ja, dan ga je natuurlijk wel weer nieuwe doelstellingen stellen. Maar mijn doel was gewoon ook wel weer na zo'n rotseizoen weer gewoon lekker te schaatsen en ook hard te schaatsen. Ja, nu je merkt dat het dit jaar eigenlijk vrij goed gaat. Wat heb je dan in je hoofd voor de langere termijn? Ja, nou ik wil wel gewoon dit wel doorzetten zoals ik het doe. Natuurlijk rijd ik wel World Cups omdat er natuurlijk mensen zijn die soms afvallen of soms een World Cupje niet meepakken. Ja, en dat is natuurlijk heel mooi en... Dat wil ik eigenlijk wel gewoon door blijven doen. En ook proberen de mensen die dan zich net wel plaatsen, dat je dan toch wel probeert tussen te komen. Nu een WK Sprint in Japan. Hoe stoer is dat? Ja, dat is echt heel gaaf. Ik ben nog nooit in Japan geweest, dus mijn eerste keer. Ja, dat is echt heel leuk. Wat verwacht je? Ja, dat is wel moeilijk te zeggen, want ik weet niet echt precies wie er allemaal meedoen. Omdat natuurlijk van andere landen ook mensen zijn die naar de Olympische Spelen gaan, die dit niet meepakken. Dus ik weet niet precies het deelnemersveld. Dus we zien het wel. Het wordt in ieder geval een weekend genieten voor jou. Ja, zeker.